jammer om de zon, maar de bak, daar gaat de zoek hem op, hakjes, zoek hem op, de hut gaat uit zijn bol. En wat zegt u nou? Dit smaakt toch naar meer? Volgend jaar weer. En dan nemen jullie allemaal je straat mee, je voetbalclub, je collega's. En dan staan we hier met een heel plein vol. Als we dat nou afspreken... Goed doen. Gaan we doen. Ik heb 2,5 kilometer. En vertel even, hoe was je ervaring? Het was superleuk. Iedereen langs de kant, superveel mensen. Iedereen is super enthousiast. De organisatie, hartstikke gezellig. Volgend jaar smaakt het smaakt naar meer. Dus, dan ben ik er weer. Het smaakt er meer en dan is hij er weer. 9 minuten was het, hè? 9 minuten en 14 seconden. Heb je misschien nog wat trainingstip voor het komende jaar voor mensen die dat willen verbeteren? Ja, als je gaat lopen, doe dat niet in het pak. Het is hartstikke warm. Oeh, nou helaas, ja, dat is wel jammer. Hou je pak vooral aan, zou ik zeggen. Volgende keer misschien. Maar goed, Niels, van hartelijk gefeliciteerd. Jij bent de winnaar van deze eerste editie. En Game City die heeft de prijs gesponsord. Het is een minigolf, de Urban of de eenheat voor de lasergame. Waar gaat je keus naar uit? Ik denk dat ik ga lasergamen. Super tof. Nou jongens, even applaus voor Niels. Niels, pak aan. Deze is voor jou.
Jij bent de Santa Evening Run winnaar deze eerste editie. Jongens, even applaus voor Niels. Woo! Nou, Niels, dankjewel. Nou komt een spannend moment. Nou, dit is waar we allemaal op wachten, want hier hebben we voor gelopen natuurlijk. Jazeker. En we doen het inderdaad nogmaals voor activiteiten en wensen te laten uitkomen voor eenzame ouderen. Dat is het hoogste doel. Ja. Goed, ik ga het maar even omdraaien. Zo, dat is beter. Oh, ik heb het gezien. Ja, ik ben toch blij voor deze hele eerste editie dat we dit hebben opgehaald. Roffeltje, moeten we even roffelen? Even roffel. Ja. Ja, daar komt hij. En we hebben samen 2000 euro bij elkaar. 2000 euro hebben we opgehaald. Wat is dat fantastisch hier op de Santa Evening Run. Eerste editie binnen Zoetermeer. Goed gedaan allemaal. En daar kunnen we echt heel veel leuke dingen voor organiseren. Zeker weten.